Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we de Paper Gang openmaken van de maand september. En dit was een moeilijke. augustus is nog steeds ergens lost at sea of waar dan ook. September is inmiddels binnen. Met een redelijk duur prijskaartje aan. Want ja jongens, Brexit is daadwerkelijk helemaal geregeld en klaar. Waardoor er opeens invoerrechten bij zaten. En ik 11 euro aan invoerrechten heb moeten betalen voor dit pakketje. Dus laten we samen gaan kijken wat er allemaal in zit en of het de moeite waard was. Allereerst hebben we een planner. Dus ja, weer een beetje dezelfde setup als alle eerdere planners. Alleen gewoon met een andere kaft. Weer met to-do-lijstjes, optie voor notitie, dat je boven datum kan neerzetten. Ik moet zeggen dat ik de kleurcombinatie en het patroon erop wel heel erg mooi vind. Maar ja. Niks mis mee, maar wel weer eenzelfde soort planner. Dan hebben we wat postkaarten. Allereerst hier deze Happy Birthday card. Blank aan de binnenkant met weer een fantastische patroon envelop. Dan hebben we nog een andere birthday card. Zo'nzelfde envelop, weer blanco aan de binnenkant. Die vind ik niet zo. Wel mooie kleuren, maar ja, ik weet niet, de veertjes, ja, niet zo mijn ding. Deze vind ik dan wel weer leuk, Choose Happy. Ik zou zeggen, als ze die bijvoorbeeld in een kleine print hadden gedaan in plaats van een postcard, dat ik hem daadwerkelijk wel had ingeframed en op had gehangen. Dan hebben we hier deze kleine post-it notes. Ook heel erg leuk en handig. Ik neem deze altijd één keer in de zoveel tijd een nieuwe verpakking mee naar werk en ik verslind ze daadwerkelijk. Dus die vind ik wel altijd handig. Dan hebben we ook nog een print. Life is short and the world is wide. Op zich niet verkeerd, maar ik denk dat ik het mooier had gevonden als slechts één van de vijf afbeeldingen die erop staat in het grote op had gestaan in plaats van vijf verschillende kleintjes. Maar ik moet wel toegeven dat ik de kleurcombinatie ervan wel echt heel mooi vind. En de laatste items in deze doos zijn deze verschillende kleuren stiften. En die gaan we dus altijd natuurlijk ook wel even uittesten op papier. Gewoon om te kijken of de punt fijn is of hij goed schrijft, ja of nee. En ja, niks mis mee. Ze doen me heel erg denken aan een soort Stabilo 68 stift. Een beetje zo'n dupe-achtig idee. Eens wat mij echt heel erg tegenspreekt is van alles is deze mooie aardetinten en dergelijke. En dan heb je deze gekleurde stift erbij. Die passen er totaal niet bij. Meer dan de helft van de kleuren komen niet overeen. Hoe komen ze hierbij? Wat is de link? Wat is de link geweest, jongens? Dat was even deze video. Hopelijk vond je de video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral een duimpje omhoog te geven. En hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!